makers van Dus David Kracht, welkom bij een gloednieuwe video hier op, op DDC. Mytopia deze keer, de 203e of 4e aflevering is het. En het is zover, het is zondag, het is ongeveer 3 uur. YouTubers zijn gewoon altijd te laat. En ik ben hier op mijn prachtige boot, met mijn prachtige personeel. En er zijn al wat agenten die erop gesneakt zijn. En heel veel mensen, de meeste mensen die horen mij, voor mij ook op music. Als je me hoort springen. Oh my god. Ik zei dat er 100 man of zo op de boot konden, maar voor mij is het wat meer dan dit. Nou ja, stop met springen, het is alleen maar lag. We gaan proberen of we er een gezellig feestje van kunnen maken. Ik zou zeggen, kom gewoon lekker het water in. Ik ga een plekje zoeken. En, oh my god. Oh my god. Het eten is gratis, het drinken is gratis. En ik zou zeggen, maak gewoon nieuwe vrienden. Als je die nog niet, tenminste niet hebt. Oh my god, gooi maar open strength. Dit is echt, oh Jesus Christ. Ik ga gauw hierheen. En verdeel je vooral over de boot, jongens. Ga gewoon een plekje zoeken van, ik wil boven zitten, ik wil beneden zitten, enzovoort, enzovoort. Dit is een tiki bar, daar ga ik met Jamila en Nikki even zitten. En misschien, nee, ik ga even naar boven, denk ik. Lijkt me een goed plan. Ik hoop dat jullie allemaal een plekje kunnen vinden. Verdeel je lekker over de boot, want anders wordt het echt één groot drama. Kijk, daar zijn al wat mensen. Gezellig. Gezellig. Oh god, zet iedereen is hier nou. Blijf lekker lopen, jongens. Loop even naar achteren, naar de punt van de boot. Daar ben ik nu ook. Ga gewoon een plekje zoeken. Ergens. Iedereen heeft... Ja, het is echt... Als je in die groep staat, dan is het lekker, jongens. Want jullie gaan ook allemaal tegelijk. Dat is het probleem. Kijk, we hebben hier Destiny. Destiny is... My god, die heeft voor mij een nieuwe outfit. Is dit... Destiny, is dit die nieuwe kleur? Ja, hè? Destiny kan mij natuurlijk niet horen. Of niet horen, dus kan niks zeggen. Oh, dat is vet zielig. Nou, als iedereen een beetje verdeeld is. Ja, kijk, er komen wel mensen bovenop. Ik kan er ook heen, volgens mij. Als ik zo spring. Oh god. Waarom is het zo moeilijk? Ja, oké, nice. En dan staan we hier bij Diverport. En, oh man, dit is hartstikke leuk. Lekker een beetje verdelen. Wow, waar val ik nou weer in? Ik val door de grond heen. Wow, oké, jongens. Ik val nog een keer door de grond heen. Dames en heren, we hebben officieel lag. Dit is een drama. Hoe had ik ooit gedacht dat dit kon? Zonder al te veel problemen. Nou, dit is de strippaal. Helemaal tof. Dit is echt veel te druk, jongens. Maar, dat te zien is het plein wel een beetje leeg. Dus dat scheelt hier zo. Zie je, er staat bijna niemand meer op de kade. Ik ga lekker proberen een hapje eten te halen. Ik weet niet of het gaat lukken, maar we gaan het proberen. Hier niet. We moeten hier naar beneden ergens. Oh my god. Dames en heren, het is echt super, super, super druk. Hier moet ik door. En dan langs de strippaal. En dan gaan we hier naar beneden. Oh ja, gaan we hier zo naar beneden. En dan gaan we hierin. En gaan we hier door. Ik ben de weg kwijt in mijn eigen boot. Zo druk is het hier. Jesus Christ, dat druk. Oké, er was hier ergens een trap. Ja, hier. Aha, trap gevonden. En we gaan achter de bar. Zo. Nou, dit is wat, Jamila. Dit, had je het zo druk verwacht? Ik zal eens even unmuten. Dat doen we bij deze. Absoluut niet. Ik ook niet. Maar kun je op deze manier mensen ooit bedienen? Dat is wordt lastig, denk ik. Ja, ik zou af en toe gewoon lekker wat gooien, joh. En hopen dat het goed komt. Want misschien is deze tiki bar ook een beetje druk. Kijk, hier achter je is het een stuk rustiger, in principe. Waar? Nou ja, gewoon als je hier doorheen gaat, zeg maar. Ja, ik zie jou niet, zeg maar. Het is te druk. Oh, ik sta achter je. Net. Ik sta in de tiki bar. Mensen lopen naar binnen. Oh. Ik doe de deur dicht. Help, alles gaat mis. Ja. Oh, hij is dicht. Ja, dat heb ik gedaan. Oh, nu ben ik buiten. Nou ja. Zo, kom maar. Ga naar binnen. Ik kan de deur niet meer dicht doen. Ben hem. Okay. Ik kan hem niet dicht doen. Heb ik hem dicht gedaan? Ja, ik heb hem zie ook helemaal niet meer waar ik loop. Er staat allemaal volk staat hier bij je nou in één keer. Nee, ik zie het ook niet meer. Het is echt veel te druk. Hoeveel mensen zijn er net zijn, denk je? Nou, druk eens op tab. Kijk eens naar al die internet-dingetjes. Ja, het begint een beetje te laggen voor sommige mensen. Nou ja, so be it. Ik ga ook weer even gauw ergens anders heen.
Ik wil even een plekje op de boot zoeken. We moeten even wat mensen bij de tiki bar weg hebben, volgens mij. Ik heb een idee. Als jullie met z'n allen achter op de boot komen, dus eigenlijk voor op de boot, dus niet waar je erop bent gekomen, maar aan de andere kant. Dan zitten we hier een soort van buiten. Ik zie hier Lupatus en Skinny Dads en zo zie ik hier. Laten we hier eens eventjes gaan staan en dan ook een beetje op de boot. Van mij wil dat wel. Als we dat een beetje fantasie. Kan dit, jongens? Ja, dat kan. Moet je via de... Wees creatief en kom even op de boot. Er bovenop. Jullie kunnen het. Ja, kijk, Speedreds die heeft hem al door. Ik ga dat ook even doen. Je kan namelijk letterlijk op de boot komen via een parasol. En dat is niet via hier. Dit wil natuurlijk niet. Oh my god. Waarom heb ik niet meer fitheid? Oké, ik moet het overnieuw doen. Nee! Oh my god, ik flikker in het water. Dit is... dat had je niet kunnen verzinnen als opname. Momentje. Ja, we gaan even op de boot. De bedoeling is dat je niet helemaal in de boot bent, maar op de boot. Kunnen jullie dat? Want dan gaan we even een nieuwe recordpoging proberen. Die al een tijdje staat op de naam van die branders. En dat kan ik eigenlijk niet hebben. Dus probeer even op de boot te komen. Dat mag deze keer. We hebben hier als goed is inderdaad een soort van plantje. Dan kun je op de... Als... Oh shit, ik heb geen eten. Ik heb geen eten. Oprecht, ik heb geen eten. Heeft iemand eten? Gooi mij eten. Geef me iets, jongens. Eten. Ja, gooi het op de grond. Ik heb niks. Oh, ja. Maar ik pak het niet op, zeker. Kom op. Nee. Ah. Dit is echt een drama. Nee, iedereen loopt er doorheen. Ja, ik heb meloen. Oh, ik heb meloen. Ik ga even meloen eten. Ja, daar komt eten, komt terug. Ik wou zo meteen namelijk een recordpoging proberen van springen. En ik weet dat lag kan veroorzaken en zo, maar dat was wel de bedoeling. Dus als jullie daar lekker aan mee kunnen doen... Oh, dat eten, dat komt er ook helemaal niet bij. Hij kan het echt niet handelen. Arme server. Oké, dit moet genoeg zijn. Ik ga op het plantje. En denk ik, sta ik op het plantje? Ja. En dan op de boot. Ja, gaat ook goed. Dan gaan we daarop. En zo. En... Oké, ik ben op de boot, jongens. Kom er lekker bij. Iedereen moet via datzelfde stomme plantje gaan. Dat is echt een drama. Ik ga gokken dat we hier met zo'n... Nou, ik denk toch al 300 man zijn. Dus ik ben heel benieuwd of we de server kunnen laten kraken en kreunen. Wow, ik krijg damage, joh. Van wat? Of we kunnen laten kraken als we zouden springen. Dus wacht nog even met springen. Maar dan moeten we dat echt tegelijk doen. En dan gaan we 5 keer springen, niet vaker. Staat iedereen op plek, ja? Is iedereen klaar? Nou, ik hoop het. Dan gaan we dan. Springen bij 0. Dus 3, 2, 1, 0. Springen! Oh my god, mensen letten helemaal niet op. Of iedereen springt, maar ik zie het gewoon niet. Voor mij springt niemand. Ik sta als eentje te springen. Nou, lekker dan. Iedereen is... Oh nee, toch wel. Oké, dit werkt echt totaal niet, jongens. Ik ga wel even nog een keer in de keuken kijken, want dit is echt een drama. En ik dacht, we doen gewoon een feestje met 300 man. Wat kan er fout gaan? He, no game, no light. Kan er naar fout gaan? Kan ik iets bestellen? Hoeveel FPS heb ik eigenlijk? Gewoon? Steady 60. Mama, ik ben op YouTube. Ja, dat klopt. Oké, dan doen we even wat anders. Dan kan iedereen even stoppen met bewegen. Doe maar even een shout-out naar jezelf op YouTube dan. In de chat. Doe maar. Die kunnen het. Denk ik. Deze gaat fout. Hi. Oh my god, die chat heeft echt zoveel lag ook, jongen. Ja, ik heb ook 60 fps. Ik heb nergens last van, maar sommige andere mensen die gaan helemaal dood. Oh, wacht, daar komen de shoutouts. 10 seconden later. Waarschijnlijk kwamen die sprongen net ook 10 seconden later. Jamila, hoe zit het met het eten? Ben je er al een beetje... Gaat het al een beetje door, of niet? Ja, ik was net aan het droppen totdat ik timed out raakte. Ben je gekikt? Ja. Oh jee. Maar ik join weer, dus dat komt goed. Ja, ik probeer een klein beetje de deuren open en dicht te houden hier, maar het is letterlijk... Het zit in de bar, zit het ook al vol volgens mij, of niet?
absoluut. Ik drop gewoon in het rond en dan kijk ik wat er gebeurt. Maar 9 van de 10 keer gaat het niet eens weg. Hier is het druk. Dit zijn de mensen die allemaal gratis eten willen volgens mij. Fuck ik hoor. Oké, ik ga even naar mijn privéplekje toe, denk ik, als ik er kan komen. Dat is dan de engine room. Oh, rust. Oké, dan mogen een paar mensen mee, hoor. Ik doe wel het hekje dichter, want het wordt echt veel te druk hier. Nee, loop door. Ja. Nee, nailed it. Nou, dames en heren, de engine room. Dit is, hier kom je niet vaak. Geniet ervan. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Dus ik ben niet vaak stil bij mijn eigen opnames. Maar dit is echt insane druk gewoon. Wauw. Moet je nagaan, als het nou een livestream was, dan was het nog veel erger geweest. Maar ik vind het wel cool. Iedereen is wel gewoon een beetje zijn eigen ding aan het doen. Ze zijn aan het kijken. Niemand staat echt in mij te durpen. Oh, ik krijg een biertje van iemand. Dankjewel, Nicky. Mickey, is het? Maar weet je wat? Omdat jij mij eigenlijk mijn eigen eten voert, krijg je van mij... Als het wil, hoor. Ga proberen. Krijg je van mij... Een mooi kledingstukje. Heb je hem gekregen, Mickey, of niet? Oh jongens, nee, ik hoef niet nog meer. Oké, dan gaat iedereen wel in me staan. Ik heb het gejinxed door het te zeggen. Wow, iemand heeft 13 troep porkchop. Die heeft goed opgepakt voor mij. Oh god, ik begin al helemaal duizelig te worden. Kom, we gaan weer terug naar de danszaal. Het is tijd om te dansen. Denk ik. Op naar de strippaal. Wat kan er fout gaan met z'n allen? Staat er al een chick? Zo te zien staan er meerdere mensen omheen. Ik zie Liam. Miss Melissa, waarom ook niet? Had niet anders verwacht. Daad, die staat toe te kijken met 5 euro in zijn hand. Sven als Dios, die wil ook... Sven, niet in de kont knijpen van mensen. Ik zag het wel. Moet je niet doen, Sven. Dat is niet eerlijk. We kunnen daar ook niks aan doen. Man, en ik dacht, we gaan hier even een rustig, relatief... Oh my god, het is Rutger. Hey Dad. Oh, hey Son. Hi Dad, zegt hij ook even. Dit is echt zo druk hier, jongens. Eigenlijk moet ik gewoon elke zondag deze hele toko opengooien. Gratis bier, gratis thee, gratis diamonds. Toch? Niet iedereen snapt de referentie waarschijnlijk, maar dat maakt niet uit. Of, ik ben wel benieuwd. Wie wist van welke parodie dat was? Kijken of mensen het weten. Ja, ciao Caron heeft hem al. Jij mag... Chuckle, en ik dacht dat jij wat beter was in de quiz dan. Van Titanic, wat? Gratis thee, gratis bier, gratis diamond. Mijn huis heeft veel zwek, maar niemand die heeft trek. Nou, niemand heeft trek, jongens, dus het eten is allemaal voor mezelf. Ik denk oprecht dat de mensen... Wat kost een golden apple eigenlijk? Gewoon gemiddeld in de winkel. Hier, op mijn Topia. Wat kost dat? 700, 800... 7,50. En die heb je hier gewoon gratis. Zouden de mensen vandaag aan het stokken zijn voor hun eigen winkel? Denken jullie? Ik zou dat echt wel doen. Serodot heeft er al 30. Nou, ik bedoel maar. Heb je ook gouden wortels dan, Serodot? Nee, die nog niet. Nou, dan moet je nog even aan de bak. Oh, hier is het lekker rustig. In de keuken. Ah, ik ben even le chef à la David, hoor, vandaag. We doen hier doen we dan de meloen in. Zo. En dan hier doen we dan een flesje. Oh shit, ik kan er niks in doen. Zit de meloen in de oven, jongens. Pak maar. Oh, ik weet wat. Ik weet wat. Het is een beetje laat ervoor. Maar laten we met z'n allen een duik nemen. Gewoon kijken of het kan. Zoek een plek op de boot ergens. Ik geef jullie halve minuut of zo om even ergens bij het water te staan. Dan gaan we met z'n allen even de boot af. En dan gaan we er weer op. Ja, dat wordt lekker. Hoeft niet bij mij, gewoon ergens. Ik film het wel. Nog 10 seconden. Kom op jullie stakkers daar binnen bij die tiki bar. Kom eens van je reet af, man. Nee? Oké. Nou, is iedereen klaar voor? Volgens mij wel. Ik wil niet als eerste springen. Dus iemand anders moet als eerste, dan ga ik ook.
Ik wil echt niet als eerste. Ga maar als eerste. Ik niet. Spreek dan. Iemand. Het is geen prank. Oh, wacht. Er gaan al een paar. Kom op, jongens. Spring dan. Ja, daar is de eerste. Oké, daar ga ik ook. Oh. Dit lijkt wel een kingdom aanval. Ja, daar komen ze. En aan de zijkant springen ze. En aan de voorkant springen ze. Holy crap. Ik moet een grotere boot hebben volgens mij. Dit is voor een volgend feestje. Is het gewoon eigenlijk niet te doen. Dus gaan we nog doorlopen hier, jongens. Ik zie niks. Is het hekje dicht of zo? Strijkt! Het hekje is dicht. We willen naar binnen. Iemand. Hekjes. Oh god. Oké, cheat mode enabled. Ik ga het hekje wel even open doen. Proberen. Oh, hij is open. Waarom kwam ik er niet in dan? Nou ja. Nee, ik heb hem alweer open gedaan. Oké, je dacht wel... Blijkbaar ja, blijkbaar had iemand hem dicht gedaan. Maar dat kan helemaal niet. Oh my god, dit is waar mensen eten proberen te halen? Hoe kun je hier nou ooit eten krijgen als je hier gaat staan? Bij die tiki bar. Ja, ze zitten daar achter omdat u straks lagde het ofzo. Nu zijn ze erachter gekomen. Daar moeten daar even de agenten heen komen als dat kan. Oh my. Ja, maar ja, ze zijn gewoon waarschijnlijk doorgelopen of doorgedrukt ofzo. Maar ja, ja, misschien dat ze weggetepeed kunnen worden ofzo. Oké, ik heb nog wel ergens een soort van... Moet ik het even zoeken. Waar zit dat? Ga eens kijken wie ik een lekker biertje kan geven. Een lekker biertje. Ja, maar wilt u er een? Nou, ja, als je me geen uur meer noemt, dat is prima. Ik ben hier nog helemaal niet geweest. Ik zit al op de meest coole plek ooit. Ik ga wel even shiften, anders vindt iedereen wel. Hier heb ik net ook wel heel veel gegeten. Hier waren ze gezellig bezig. Ja, maar dit is schijnbaar een gezellige plek hier ook. Hier zitten de leuke mensen. Toch, Mitch? Je hebt ook niet zo druk. En Koen, en geen idee, YouTube, en Chanta, en Brian de Man, en Timmy Boy. En iedereen heeft zoiets van, waar zitten ze dan? Waar heeft hij het nou over? Ja, dit is de coole plek. Oh, er wordt zelfs, alsof er gegokt wordt, wordt er eten op de grond gegooid. Ik doe mee. Ik heb nog een paar pork chops. Hey, dankjewel voor het biertje. Als u. Oké, ik ga nog even verder. Weet je wat stom is, Strength? Ik ken mijn hele eigen boot nog niet eens. Ik heb ondertussen wel. Ik weet alles al te vinden. Oh my god, ik zit in de slaapkamer. Maar dat kwam omdat ik hier 3 uurtjes lang al heb gelopen. Ja, en dan krijg je dat. Oh, dus voor de voorraadkamer of zo. Ik heb een kamer gevonden die afsluitbaar is, dus kom er lekker bij, jongens. Kom maar. Ik heb hem gevonden. Ja, ik ook. Dit was het enige dat ik nog niet had gevonden. Wat, hier zo, waar ik nou ben? Ja, de slaapkamer. Ja, ik vind het vet cool. Oh, nou, komen ze allemaal binnen. Denk ik. Pas op voor de kussens. Straks zitten overal pluisjes en zo. Van kussengevechten. Wat als we nou een bommelding binnenkrijgen? Moet de FBI dan alles gaan ontruimen? Succes daarmee. Dat zou echt een drama zijn. Ik denk dat een uurtje of twee gaat duren voordat dat klaar is. Ja, hè? Nou, met z'n allen op mijn bed. Yay! Vet cool. Het is een voorraadkamer. Wow, dit is de kleinste voorraadkamer ooit. Die laatste deur. Streng. Ja. Kijk, die laatste deur van de voorraadkamer. Ja, ik was eruit gekeken, maar ik zit er als goed is weer in. Het is de kleinste voorraadkamer ooit. Voorbij zit de deur weer dicht. Ik ga het proberen. Ja, ik heb ook alweer verschrikkelijke lag. Ik denk dat we het feestje maar even zonder opnames, misschien zelfs zonder mij, moeten voortzetten. Iedereen is gewoon welkom om lekker de voorraad op te gaan maken. Golden apples en wortels en bier en steak en kip. Pak gewoon lekker wat je wil. Ik denk dat we de Polonaise niet kunnen gaan doen hier. Te weinig ruimte en het gaat verschrikkelijk. Oh my god, iemand heeft het over een ijsberg. Ik wil het niet horen. De golden apples zijn op nu al. Moet je daar gaan. Nou, dit is in ieder geval ons feestje. Ik ga de volgende keer misschien dat er iemand een evenementenbureau heeft of zo. Dat ik gewoon een hele grote lap grond kan hebben. Hek eromheen, toegang. Dat we dan op die manier een feestje kunnen doen. Want dit is wel een beetje heel druk. Het zag er allemaal zo georganiseerd uit toen iedereen op de kade stond. Maar eenmaal hier is het ja, best wel druk. Hé, die deur is weer open. Oh, nou, dan ga ik er ook weer uit. Ik wil in ieder geval iedereen bedanken die nu aanwezig is. En ik zou zeggen, blijf lekker hangen voor je gratis thee, gratis bier en gratis weet ik veel wat. Ik geef zo meteen nog eventjes een paar mensen wat weg. Want ik heb ook gezegd dat ik... Wat heb ik eigenlijk? Ik heb iets meer als een stack diamonds. Dat is ongeveer 2 ton. Dat ga ik ook nog even weggooien. Ik ga even lekker in vanish, zodat mensen mij niet gaan stalken.
Tenminste, ik hoop dat het zometeen gaat lukken. En dan zou ik zeggen, bedankt voor het kijken. Vergeet die like niet eventjes te doen natuurlijk. Iedereen die hier was, dus ook heel erg bedankt voor de aanwezigheid. En misschien volgend weekend nog een keer een ander event. Maar dan niet op mijn boot, want het past eigenlijk stiekem niet. Bedankt voor het kijken, jongens. Tot de volgende keer. Doeg. We'll be right back.